Fruit. Fruit. Verboden vruchten. Geheim minnaarschap. Sappig. Verfrissend. Enorm rijk en zoet. Het zijn vruchten die we niet kunnen weerstaan. In de oudste verhalen was Eva die van de appel eet en dan goed en kwaad. Werd bekendgemaakt voor haar goed en kwaad, het leven. En verdreven van het paradijs. Appel van Iduna, appel van de Hesperide, appel van wie is de schoonste van het land, appel van Sneeuwwitje. Appel, als je hem zo doorsnijdt, dan heb je een joni. Ik sta hier bij de appels. En al eeuwenlang is geheim minnaarschap een item in de wereld. Als vroeger een vrouw niet zwanger werd van haar eigen belangrijke man, dan zorgde ze vast wel dat er iemand anders kwam om haar te voorzien van een kind. Ja, mensen die maken hun stamboom helemaal terug naar 1600, maar je weet nooit of alle vaders kloppen. Want ja, het was belangrijk om kinderen te krijgen voor economie, voor welzijn. Dus er is altijd geheim minnaarschap geweest. En in de alleroudste matriarchale culturen woonden de vrouwen woonden op in een tempel of in een paleis of een grote hoeve. En de mannen reisden rond. En als er dan echt een hele bijzondere man kwam, dan was het de bedoeling dat hij met zoveel mogelijk vrouwen van dit dorp ging vrijen. Dat was tegen inteelt. Dat was belangrijk. Ik snapte dat natuurlijk niet als 13-jarige, waarom Odysseus overal gastvrij werd onthaald tot in het bed toe. Maar een belangrijke man, is altijd goed zaad. Daarmee wil je jouw fokgebied wel versterken. Appels en peren, fruit, pruimen, ze zijn sappig, opwekkend, zoet. En wie wil de geneugde van seksualiteit niet uitproberen als het zo geromantiseerd wordt? Dit is een van de video's over geheim minnaarschap. Geheim, maar niet stiekem. Op het moment dat Persefone bij de Hades was geweest en van de granaatappel geproefd had, dus seksualiteit had gehad, moest ze elk half jaar terugkomen naar de onderwereld. En was Demeter heel verdrietig. En dan kwam ze weer een half jaar naar boven en dan floreerde Demeter en was het land helemaal rijk. En dan ging ze weer na een half jaar weer naar de onderwereld. Fruit. Seksualiteit is verslavend. Geheim minnaarschap. Ik kwam op het pad met Odin laatst van de vrouw. Dat zijn verfrissende, zoete, sprankelende vrouwen. Die dan niet een vaste relatie hebben vaak. Laatst van de lijn zijn. En overal waar ze komen, zoet en sappig en reuring brengen. Ja, dat zijn inspirerende vrouwen. En als er dan veel bzzzt is, kijk een andere video over het bzzzt verhaal. Als er veel bzzzt is, ja, dan is het altijd de vraag, blijft deze relatie platonisch of ga ik hem consumeren? Nou, op het moment dat je hem platonisch of wil consumeren, het is altijd belangrijk als je een vaste partner hebt om deze deelgenoot te maken van je plan. Op het moment dat je het niet stiekem doet, maar het mag best geheim, kan je partner, man of vrouw, kan ook kiezen of die dat kan verdragen. Kijk, een Hera, jaloerse echtgenoot van Zeus, die was er heel zuur over. Maar er zijn genoeg vrouwen en mannen onder ons die ontzettend blij zijn met hun partner en weten dat ze deze moeten delen. Ik ben Anneke Wittemans van www.bewegingen.org en ik dans en geef lezingen. Een studie gemaakt van Nehelenia, de godin van de appelboom. Daarom sta ik natuurlijk bij de appels.